De intocht van Sinterklaas 2014. Duwen, trekken en tientallen arrestaties. Ja, maar ik loop er gewoon mee. Zijn ze aan het stoeien? Verder in het nieuws vandaag. Poetin is de gebeten hond op de G20-top in Australië. En de auto als wapen in Jeruzalem. Goedenavond. Ver voor de aankomst van Sinterklaas begon dit jaar de Zwarte Pieten-discussie. En vanmiddag bij de landelijke intocht in Gouda bereikte die zijn voorlopige hoogtepunt. Of zo u wilt, het dieptepunt. Ondanks een demonstratieverbod langs de route van de Sint voerden voor- en tegenstanders actie in het centrum. Gevolg: een grimmige sfeer, opstootjes en 90 arrestaties. De intocht van Sinterklaas. Het had een kinderfeest moeten worden. Leuk. Ja? En ik hoef me niet te smikken als ik Zwarte Piet ga worden, want ik ben al bruin. Maar dat leuke kinderfeest werd het voor een deel van de aanwezige kinderen zeker niet. Honderden agenten waren op de been om pro-pieten en anti-pieten uit elkaar te houden. Maar aan het einde van de ochtend verzamelden zich ondanks een verbod toch demonstranten op het plein waar Sinterklaas aan zou komen. Nou, ik ben hier om te laten zien dat wij als nazaten van slaven het niet meer kunnen pikken dat er straks 300 of zoveel black lookalike slaves met de Sint meekomen. Wat denkt u ervan dat de kinderen op het plein hiervan vinden? Wat vinden de ouders ervan? Het begint bij de opvoeding. Het begint bij de opvoeding. Het wordt met de opvoeding meegegeven. He, een kind wordt niet racistisch geboren. Klop daar kinderen. Sinterklaas die weet van niks, die is hier gewoon. Het protest op het plein groeide toen Sinterklaas en zijn gevolg het bordes betraden. Uiteindelijk greep de politie in en pakte tientallen demonstranten, zowel voor- als tegenstanders, op. De demonstranten zijn met bussen naar het politiebureau afgevoerd. Wij zien helemaal niks van de arrestatie. Kijk. Ja, maar ik loop er gewoon mee. Zijn ze aan het stoeien? Ik vind het niet zo leuk, nee. Sinterklaasfeest, hè. Rellen doe je maar lekker ergens anders. Ik heb zelf daar hele prettige jeugd aan ervaren en nou zal het voor onze kleintjes verpest worden. Is niet nodig, hè. En verslaggever Martijn Bink is in Gouda. Ja, Martijn, het overgrote deel van de mensen kwam natuurlijk voor een feestelijke intocht. Hoe waren hun reacties? Nou, ik denk ook dat het overgrote deel van de 25.000 mensen die hier aanwezig waren er ook vrij weinig van heeft gemerkt. Maar ja, er was ook een groep mensen die stond er met de neus bovenop. En ook kleine kinderen, hoe de mensen over de grond werden weggesleurd. En ik kan me voorstellen dat vooral voor de kinderen dat wel een heftige ervaring is geweest. Er waren ook ouders die na afloop zeiden en zich afvroegen of het wel zo verstandig was van de politie om in te grijpen. Of het niet misschien minder erg was geweest als er wat leuzen waren geroepen. Maar de burgemeester van Gouda is het daar niet mee eens en hij vond het goed dat er is ingegrepen. Van tevoren hadden we meegekregen dat het vreedzame demonstraties zouden zijn. Dan had je niet zo'n probleem. Maar ja, toch is het wat opgelopen. En dan is het nodig om op te treden. Want de aanwijzingen die wij hadden aangegeven waren glashelder en volkomen duidelijk. En iedereen die zich niet aan zouden houden, die zou het risico lopen aangehouden te worden. Het was nodig om op te treden, zegt de burgemeester. 90 mensen opgepakt. Wat gebeurt er met de arrestanten? Ja, 90 arrestanten, je zegt het al, zowel voor- als tegenstanders. En volgens de burgemeester zaten er ook een paar beroepsrailschoppers bij, zoals hij dat noemde, zowel uit linkse als uit rechtse hoek. 60 van hen die worden naar huis gestuurd met een boete van €220, omdat ze hebben gedemonstreerd op een plek waar dat niet mag. En voor 30 anderen wordt de hoogte van de boete nog bepaald. Maar ja, ze staan allemaal waarschijnlijk vanavond weer op straat. Ja, morgen zijn er op meer plekken in het land natuurlijk de plaatselijke intochten. Dat belooft nog wat natuurlijk. Ja, morgen bijvoorbeeld Amsterdam, hè, en de actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft al aangekondigd daar ook acte de présence te zullen geven. Dus ik denk dat heel veel burgemeesters in Nederland zich op dit moment afvragen wat ze nu en in de toekomst moeten doen met zo'n Sinterklaas-intocht. De burgemeester van Gouda hintte daar ook al op. Hij zei van ja, ik denk dat dit soort incidenten in de toekomst vaker zullen voorkomen. En wat hem betreft wordt het Sinterklaasfeest er daarmee niet veel leuker op. En ik denk dat heel veel ouders die hier vandaag aanwezig waren en die schermutselingen hebben gezien, dat hartstochtelijk met hem eens zullen zijn. Martijn Bink in Gouda, dankjewel. Premier Rutte op campagne in Brabant noemde de gebeurtenissen van vanmiddag in Gouda triest. Diep triest.
Iedereen mag met elkaar discussiëren. We kunnen eindeloos elkaar in Nederland de maat nemen over de kleur van Zwarte Piet. Maar je gaat toch niet een kinderfeest zo verstoren. En mijn oproep zou zijn aan heel Nederland. Laten we van Sinterklaas de komende weken en van 5 december opnieuw een fantastisch mooi kinderfeest maken. En het niet verstoren met dit soort gebeurtenissen. Ja, premier Rutte was dat op campagne. Want er komen weer verkiezingen aan. Bijna 500.000 Nederlanders kiezen komende week een nieuwe gemeenteraad vanwege herindelingen. Lokale partijen spelen dan altijd een belangrijke rol. Maar ook voor de landelijke kopstukken staat er veel op het spel. En dus ging Rutte de straat op in Den Bosch in zijn rol als leider van de VVD. VVD stelde in maart teleur toen er bijna in het hele land gemeenteraden werden gekozen. Dus dat kan beter. En SP-leider Emiel Roemer, die was in dezelfde stad, ook in Den Bosch. Zijn partij zit in de lift, maar zou nog veel meer kunnen profiteren van het verlies dat de PvdA lijkt te gaan leiden. Alexander Pechtold van D66, die won een heleboel verkiezingen op rij. En in een grote stad als Den Bosch zou hij ook graag willen scoren. En dan Sybrand Buma, die steunde zijn CDA-team in Spijkenisse. Hij denkt met zijn partij de weg omhoog te hebben gevonden en ziet dat bij deze tussentijdse lokale verkiezingen graag bevestigd. En behalve in Den Bosch wordt er gestemd in Os. In Spijkenisse dus, dat onderdeel wordt van Nissewaard. En verder in Groesbeek, de Krimpenerwaard. En ook in Alkmaar. En in die laatste stad is politiek verslaggever Xander van der Wulp. Ja, Xander, daar ging PvdA-leider Samsom de straat op. Na een heel hectische week voor hem en zijn partij, hè? Jazeker, het was een hele hectische week voor Diederik Samsom. En toch ging hij weer vrolijk de straat op hier vandaag in Alkmaar. Ik denk dat je dan toch even moet opladen als partijleider na zo'n ingrijpend incident. Die twee fractieleden die vertrokken, die twee mannen van Turkse komaf die de fractie verlieten. Met eigenlijk flink wat gescheld. En Samsom moest de straat weer op. En op straat is het sentiment tegenover de PvdA gewoon negatief. Kijk, de jongens hebben ook even wat aandacht. Het sentiment is negatief, ook echt tegen Diederik Samsom. Maar hij zelf blijft positief en hij hoopt dit snel achter zich te kunnen laten. Wil jij een bekertje chocolademelk? Een beetje warmte na een vreselijke week voor de PvdA. De presentatie van een nieuwe partijvisie raakte volledig ondergesneeuwd door een knallende ruzie in de fractie. Na zo'n week in Den Haag is het lekker om een keer op straat te zijn. Dan kun je ook horen wat mensen ervan meegekregen hebben. En dat is op het algemeen, valt het eigenlijk wel mee. Mensen zijn gewoon bezig met de dingen die hen dagelijks bezighouden. De zorg, hun pensioen, de zaken waar de politiek ook over gaat als het niet over onszelf gaat. Ja, u hoort niks over die kwestie afgelopen week? Heel even, een paar mensen die me een hart onder de riem steken erover. Want die hebben het ook allemaal gezien en dat is gewoon niet leuk voor een partij. Het is goed dat we dat achter ons kunnen laten. Dat kan nog moeilijk worden, want allochtone kiezers, belangrijk voor de PvdA, zouden de partij de rug toe kunnen keren. Die geluiden, die leven wel. Dus die hoor ik wel, dat klopt. Ik ken veel Turkse mensen. Ik ben geboren en getogen in Alkmaar. Ik ben een kaaskop. Dus ik ben er voor alle Alkmaarders. Ook Samsom blijft optimistisch. De coalitie is wat hem betreft niet in gevaar. Het gaat niet goed in de partij als je kijkt naar de peilingen. Maar de partij is nog steeds strijdbaar en de coalitie is nog steeds stabiel. Mark Rutte hoeft zich geen zorgen te maken over uw stabiliteit. Nee, dat doet hij geloof ik ook niet. Ja, Xander, 500.000 mensen mogen dus naar de stembus voor die herindelingsverkiezingen, zoals je ze kunt noemen. Wat is dan de impact op de landelijke politiek? Nou ja, de directe invloed die is natuurlijk klein, al was het maar omdat het om een beperkt aantal gemeenten gaat. Omdat er ook lokale partijen meedoen die vaak een belangrijke rol spelen. En een landelijke partij als de PVV die doet helemaal niet mee. Maar veel partijen zien dit toch als een opmaatje naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart. Die zijn wel heel belangrijk. De PvdA bijvoorbeeld, die zal veel aandacht krijgen. Die moeten dan het verlies zien te beperken. En die partij kan een knal bij deze tussentijdse verkiezingen niet gebruiken. Dat zal de partij nog instabieler maken. De positie van Samsom misschien nog instabieler. En uiteindelijk geldt steeds meer een instabiele PvdA. Hoewel Diederik Samsom het zelf ontkent, betekent steeds meer een groter gevaar voor de stabiliteit van de hele coalitie. Xander van der Wulp in Alkmaar, dankjewel. Ze zitten weer bij elkaar, de belangrijkste industrielanden van de wereld, de G20. Dit keer in de Australische stad Brisbane.
Maar daar lijkt de wereldeconomie slechts bijzaak. Het gaat daar vooral over de situatie in Oekraïne. En in Brisbane krijgt dan vooral de Russische president Poetin het voor te kiezen. Voorafgaand aan de top is er altijd even tijd voor ontspanning met een van de Australische nationale symbolen. Maar daarna wordt de sfeer in Brisbane al snel minder vriendelijk. Want vandaag domineert de crisis in Oekraïne deze top. En daarom zijn alle pijlen gericht op deze man. De Russische president Poetin kreeg van wereldleiders veel kritiek over zich heen. Zo noemde de Amerikaanse president Obama Ruslands houding in het Oekraïne-conflict een gevaar voor de wereld. En de Britse premier Cameron kwam ook met een strenge boodschap. I want to try and have a relationship with this president where I can put on the table very robustly what I think needs to happen in order for there to be a better relationship between Britain and Russia, Europe and Russia and all the rest of it. But I'm very frank when I meet with him that the things that Russia has done in Ukraine are unacceptable. Even waren er berichten dat Poetin zo boos was dat hij de top eerder wilde verlaten, maar dat is tegengesproken door het Kremlin. Morgen gaat de top verder, voorlopig met de Russische president. In Antwerpen is een orthodox Joodse man neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Volgens Belgische media is het slachtoffer een rabbijn. De man van 31 uit Antwerpen liep vanochtend onder deze spoorwegbrug toen hij door een voorbijganger in zijn nek werd gestoken. De dader liep rustig door en is voortvluchtig. Wie hij is en waarom hij het deed, dat is nog onduidelijk. Op een vakantiepark in Kaatsheuvel zijn 5 mensen opgepakt voor onder meer diefstal en heling. De politie hield samen met de gemeente een grote controle op het park. Op het vakantiepark in Kaatsheuvel wonen ook veel arbeidsmigranten. De A4 bij Leiderdorp is vanmorgen urenlang dicht geweest na een verkeersruzie. Volgens ooggetuigen is dit busje van de weg gereden door een automobilist. Die is doorgereden, maar de man werd later aangehouden. De politie zegt dat die automobilist had gedronken. Dick Advocaat vertrekt als bondscoach van Servië. Zijn ploeg verloor vrijdagavond in Belgrado met 3-1 van Denemarken. En uit 3 kwalificatiewedstrijden is pas 1 punt verzameld. En daardoor is plaatsing voor het EK van 2016 volgens Advocaat bijna onmogelijk geworden. Goed en slecht nieuws uit de ruimte. Het is de komeetlander Philae gelukt om te boren in het oppervlak van komeet 67P. En er is informatie gestuurd naar ruimtevaartorganisatie ESA. Maar nu is de accu van Philae leeg en staat de komeetlander op stand-by. Philae is in de schaduw van een rots terechtgekomen. En daardoor is er niet genoeg licht om de accu's op te laden. En de hoop van de onderzoekers is nu dat de zonnepanelen weer voldoende licht krijgen als de komeet de komende maanden dichter bij de zon komt. Over de hele wereld hebben zo'n 2 miljard mensen geen toegang tot chirurgische zorg. Gevolgen? Een hoge sterfte bij de bevalling bijvoorbeeld. Een leven lang gehandicapt omdat er geen dokter beschikbaar is. In Amsterdam proberen artsen uit 150 landen dit weekend een oplossing te vinden voor dat tekort. Als hij direct na zijn geboorte aan zijn voeten was behandeld, zou hij nu niet zo zwaar gehandicapt geweest zijn. Na een ongeluk kan dit jongetje zijn rechterarm niet meer gebruiken. Met een simpele ingreep was het goed gekomen. Veel deelnemers aan dit symposium dit weekend in Amsterdam kennen legio van die voorbeelden. Zij is verloskundige in Somaliland en weet wat het gevolg is van het gebrek aan chirurgen. A woman having a baby. Whose baby is not coming out the proper way and who would need a cesarean section anywhere else in the world, may die in countries like mine. Veel mensen in de zaal behoren tot een groep van chirurgen en andere specialisten. Die begint deze maand in een brief aan de Wereldgezondheidsorganisatie erop aandrong iets te doen aan het tekort aan chirurgen. Een land als Burundi met 10 miljoen inwoners heeft maar 15 chirurgen. Rwanda. Voor 11 miljoen mensen zijn er 50 gespecialiseerde artsen. Supergespecialiseerde chirurgen zijn niet nodig. Er is al veel gewonnen als verpleegkundigen zoals hier worden opgeleid, zodat ze enkele levensreddende ingrepen, zoals een keizersnede, kunnen verrichten. We hebben altijd gedacht, ook wij eigenlijk, dat chirurgie iets ingewikkelds is. En dat is voor sommige operaties wel zo, maar eigenlijk voor heel veel operaties gaat het niet om iets ingewikkelds. Het gaat om een heel eenvoudig systeem wat neergezet moet worden voor misschien maar 15 basale operaties. Die echt nodig zijn. Nou, er is iets aan te doen wat we niet gezien hebben.
Na haar pensionering stichtte ze een ziekenhuis en leidt er artsen op. Geld is nodig, zegt ze, maar is niet het voornaamste. Kennisoverdracht, daar gaat het vooral om. It's the gift of knowledge to build people to rely on themselves. Invloedrijke chirurgen zijn bezig een lijst op te stellen met die essentiële ingrepen die de komende 15 jaar beschikbaar moeten komen voor de hele wereldbevolking. Het is een nieuw fenomeen in al het geweld en protest van de laatste tijd in Israël en de Palestijnse gebieden. De auto gebruikt als wapen. Al een aantal keer reden Palestijnse bestuurders in op Joodse Israëliërs. Het is voor velen beangstigend, want een auto heeft bijna iedereen. Dit is de straat die Oost- en West-Jeruzalem scheidt. Het is ook de straat waar ze elkaar ontmoeten. Auto's van Joden en Palestijnen. Ze trekken tegelijk op, passeren elkaar, rijden elkaar tegemoet. Het gaat vrijwel altijd goed, opmerkelijk goed zelfs. Bijna alsof er geen conflict is. Tot een paar weken geleden op deze weg dit gebeurde. Een Palestijnse bestuurder rijdt in op wachtenden bij de tram. Twee doden, een baby en een jonge vrouw. En kort daarna gebeurt het nog eens. 1 dode, 14 gewonden. Ineens is een auto niet zomaar meer een auto. Je weet niet welke, maar één van deze auto's zou een wapen kunnen zijn. Does it make you look different at cars when you are at bus stops? Yeah. Even if we are in the cross, we are scared because we can't really know what will happen in the next seconds. That's the scariest part. You don't really know because there's hundreds of Arab drivers who are driving past and they're not about to drive into you. So it's the idea of the uncertainty that you don't know. You could be standing at the stop and any car that comes by could be running into you. Minstens zo beangstigend. Op Palestijnse websites verschijnen steeds meer cartoons die aanvallen met een auto verbeelden, verheerlijken en zelfs aanmoedigen. Overrijd ze, zo luidt het devies. Bij de tramhalte staan nu betonblokken. Dat mag iets veiliger voelen, het neemt de achterdocht niet weg. En al helemaal niet de onderliggende spanningen. Voor we naar Marco gaan met het weer. Even wat beelden uit Zuid-Europa. Noodweer in Frankrijk en Italië. In Frankrijk zeker 4 mensen omgekomen bij overstromingen. Vooral in het zuiden van Frankrijk aan de kust is het slecht. De bewoners vertellen dat ze het water razendsnel zagen stijgen met een meter hoog. Ça monte trop très très vite. Combien de temps? Même pas un quart d'heure. En hier zochten reddingswerkers uren naar een gezin. Hun auto raakte te water. Ils ont entendu des appels en aval de ce pont et ont pu récupérer rapidement le papa de la famille. Zijn vrouw en kinderen overleefden het niet. En dit is Italië. Het land heeft al dagen last van hevige regenval. Bij Genua werd ook een auto meegesleurd. De bestuurder daarvan wordt nog altijd vermist. Ja, Marco, heftige beelden uit Zuid-Europa. Bij ons is het rustig, gelukkig. Ja, we hebben wel te maken met regen, maar zeker niet in die hoeveelheden. We houden ook met regen te maken, maar opnieuw niet met die hoeveelheden. Vandaag rode van de dag bewolkt. Eventjes een klein beetje zon. Het leek wat op te klaren in de namiddag in Zeeland. Maar die opklaringen die maken inmiddels alweer plaats voor wolkenvelden. En vannacht zien we dan ook op veel plaatsen bewolking. Met vooral in het noorden van het land een beetje motregen. De rest van het land is het vaak wel droog. Temperatuur zo tussen de 7 en 9 graden. Er staat niet veel wind. Morgen ook weinig wind. Temperaturen lopen op tot 10, 11 graden. En het is over het algemeen bewolkt. Er trekt opnieuw ook een actieve regengebied over het land. Met name over het oosten en noorden. In het zuidwesten zou het wel eens droog kunnen blijven. Maar ik durf het woordje zon nog niet in mijn mond te nemen. Dat durf ik wel voor maandag, dinsdag en de dagen die volgen. Want het weer knapt op. Maandag is een droge dag met zonnige periode en 11 graden. En de dagen daarna zien we ook van tijd tot tijd de zon. En de neerslagkans is klein. Wel gaat de temperatuur wat omlaag. En vooral de nachten worden een flink stuk kouder. En dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Bij de intocht van Sinterklaas in Gouda zijn 90 mensen opgepakt. Ze demonstreerden onder meer op het Marktplein waar de kinderen feest vieren. Eindigen we deze uitzending maar met de woorden van de Sint zelf. Er is een
een hoop gedoe geweest. Maar Sinterklaas zegt altijd, het komt altijd vanzelf helemaal weer goed. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken. En zo is het. En dat was het. Om 10 uur Nieuwsuur op NPO 2. Fijne avond.